Op 22 mei is de nieuwe fietsroute en website Wijnboer Tour geopend in Bergendaal. Op de site staat ook de vernieuwde wijnroute die circa 30 kilometer lang is. Onderweg staan nieuwe informatiepanelen over de verschillende wijngaarden. De route is bewegwijzerd door middel van het fietsknooppuntensysteem. De fietsroute en Wijnboer Tour is een samenwerking tussen 6 wijnboeren. Bij elke wijngaard staat een informatiepanel met informatie over onder andere de verschillende gaarden en wijnen. Met de feestelijke opening werd het eerste panel onthuld. Ja, en zo heeft eigenlijk iedere wijnboer, wijngaardenier zijn eigen verhaal. En het mooie daarvan is dat iedere wijnboer een andere insteek heeft van zijn eigen verhaal, zijn eigen bedrijf zoals hij zichzelf voelt. En waardoor je een gevarieerd aanbod krijgt van bedrijven en allemaal gecombineerd met wijn. Iedere wijnboer heeft een andere filosofie met betrekking tot de wijncreaties. Dit onderscheidt de bedrijven wel van elkaar. Hierdoor is het ook van belang bij elke wijnboer een specifiek informatiepanel voor de betreffende wijngaard te hebben staan en niet één informatiepanel voor alle wijngaarden samen. Het mooie is dat je in dit gebied op die heuvels en die lusgrond hier hele goede voedingsbodem hebt voor allerlei nieuwe druivenrassen die het hier in deze natte, winderige omstandigheden veel beter doen dan je zou verwachten. En daar maken die wijnboeren hartstikke mooie witte, rode en rosé wijnen van. Zelfs bubbels worden hier gemaakt. En ja, dat maakt het een van de grootste wijngebieden van Nederland, zo niet het grootste, met zo'n 25 hectare. De wijngaarden langs de nieuwe fietsroute in Bergendal hebben unieke gronden. De lusgronden geven een bepaalde mineraliteit mee die ervoor zorgt dat de kwaliteit van de wijn steeds beter wordt. We hebben verschillende soorten rassen, dat sowieso, maar iedereen gaat zijn eigen inspelen op zijn eigen, ja, wat hij zelf het beste past bij zijn grond. En ja, het blijft natuurlijk altijd een ontwikkeling van nieuwe rassen. En er wordt bijvoorbeeld ook al Pinot Noir aangeplant door sommige wijnboeren. En zo gaat ieder jaar wordt er iets anders vernieuwd. En er is altijd weer een nieuwe uitdaging.